Zometeen Angela Schijf. Ze is bijna uitgerekend, maar een dikke buik en een schoppende baby weerhouden de actrice er niet van om toch het toneel op. De hoogzwangere Angela Schijf gaat samen met haar man. De hoogzwangere Angela Schijf had zich voorgenomen het voorlopig rustig aan te doen. Maar daar komt even niks van terecht nu ze deze maand deel gaat uitmaken van de cast van de kindervoorstelling Peter en de Wolf in Carré. Het is niet alleen de zwangerschap die het extra spannend maakt. Ook speelt ze voor het eerst samen met haar echtgenoot, de Belg Tom van Landuit. Stel je voor. Het is wel even wennen voor Angela, deze allereerste repetitie. Stel je voor, een overwinningsparade met Peter aan het hoofd. Ik vind het wel heel spannend zo, om er echt in gesmeten te worden. Maar... Dat is het wel, hè? Want het is het afsluiten van een hele tournee, dus zij wordt er echt wel letterlijk in gesmeten. De volgende voorstelling is al daadwerkelijk de voorstelling waarin ik mee moet doen. Dus dit is wel een dingetje van gewoon maar gaan en niet te veel nadenken. Ja, jezelf smijten en dan zwemmen. Maar ze kan goed zwemmen, dus toch? Nou, met al die kilo's extra wordt dat steeds lastiger, moet ik zeggen. Het acteurs-echtpaar heeft samen al twee dochtertjes. Bloem van 7 en de 5-jarige Mensje. En die krijgen maar geen genoeg van Peter en de Wolf. Ja, mijn jongste dochter kent de voorstelling... ik zou bijna durven zeggen, beter van buiten dan ikzelf. Ja, dat is die kent waar. Het werkelijk van voor naar achter en omgekeerd. Een actrice in de dop dus. De jongste zit er wel goed in. Ja, ja. Ze mag ook dierenarts worden. Of politieman of putjeschipper, als het maar met verven doet. En hoog boven hen vloog vrolijk fluitend de vogel. Dit is zeker niet de laatste samenwerking van Tom en Angela. Ze hebben theaterhuis Angela Schijf in het leven geroepen... en willen dit najaar samen de theaters in met het stuk Lievelingsvrouw. Wij vullen elkaar heel, heel goed aan, vind ik. Zo op... Zeker... Op ieder vlak, hè? Op ieder vlak. Ja, en zeker op artistiek vlak. Peter en de Wolf is 16, 17 en 18 maart te zien in Carré in Amsterdam. Ik dacht, ik doe niks meer. Ik ga met mijn beentjes op de bank en... Maar ja, sommige dingen kan je niet laten liggen. Maar ook thuis zit jij niet stil, hè? Ik bedoel, dan zegt ze wel, ik ga het even rustig aandoen. En dan zeg ik zo op het eind van de dag... Angela, zou je niet eens eventjes gaan zitten op de bank om even te... Ja, maar er moet ook nog dit gebeuren en dat moet ik nog doen en dan moet dit en... Zolang we die baby nog maar binnenhouden tot aan het einde van die voorstellingen in Carré... komt dat wel goed. Hm. En ook als het dan gebeurt, schat, dan ben je er in ieder geval bij. Ja, dat is waar.